Ik zou je eerst even willen vragen om allemaal de telefoon eventjes erbij te pakken. Geluid mag nog steeds uitblijven, maar even de telefoon erbij. Ik ga namelijk en hoop, ik ben zelf ook heel benieuwd hoe dat gaat. We gaan gebruik maken van SendSteps. Die werken ook samen met de organisatie van de Big Data Expo. En ik ga dat gebruiken om jullie ook een aantal dingen te vragen. En ook meteen een aantal dingen te toetsen en als poll te kunnen gebruiken. Dat kan dadelijk op twee manieren. Dat kan door naar de website sendc.com te gaan. En daar wordt om een code gevraagd, dan kan je invullen TNO. En wat ook kan, wat op een wat andere manier is, met een sms'je, met een lang telefoonnummer. Misschien is daarom online het wat makkelijker. Dus even kijken, ondertussen zie ik heel veel mensen een telefoon pakken, hartstikke goed. Laten we meteen even beginnen met nog een kleine introductie. Een tijdje geleden stond op de technologieblog ReadWrite, stond deze kop. Everyone's doing it and no one knows why. Dat ging over big data. En dat was naar aanleiding van een onderzoek van Gartner onder een hele hoop Amerikaanse bedrijven. En dat was interessant, want daar kwam eigenlijk uit dat zo'n 2/3 van de Amerikaanse bedrijven zei iets met big data te doen, iets. En tegelijkertijd was het merendeel van die partijen wist vervolgens eigenlijk niet zo heel goed wat dat iets dan precies moest zijn. En het bleek nog ontzettend moeilijk om dus daadwerkelijk waarde uit die data te gaan halen. Dat is natuurlijk wel interessant, want wat je ziet is dat steeds meer bedrijven denken, ik moet iets met big data, en die gaan ermee in de slag. En dat juist dat waarom, en vervolgens hoe, dat dat steeds belangrijker wordt. Nou, daar wil ik ook bij stil gaan staan in deze presentatie. Even meteen de test. Degene die de telefoon bij de hand hebben. Eigenlijk dezelfde vraag een beetje die als bij die Gartner survey is. In hoeverre ben je eigenlijk op dit moment bezig met big data? Is dat, ja, daar ben ik nu volop mee bezig. Of nee, maar we zijn dat wel van plan binnen nu in een jaartje. Ik denk dat dat gezien de Big Data Expo, dat de meeste mensen die hier zitten wel die ambitie hebben. Of nee, en dat zie ik eigenlijk de komende dagen ook gewoon helemaal niet gebeuren. Dus, oh kijk, wauw, die stemmen die lopen al meteen op. Wat gek. Dit is real-time in PowerPoint geïntegreerd en dat werkt nog ook, fantastisch. Oké, die teller loopt. Nou, kijk eens aan, er gebeurt een hoop. Ik ben ook heel benieuwd van de ja's, of dat net zoals bij Gartner een ja is, met tegelijkertijd een ik ben ermee bezig, maar ja, hoe precies en waarom, waartoe, geen idee. Nou, ook nog wat mensen die inderdaad van plan zijn daarmee in de gang te gaan. Nou, volgens mij zijn jullie dan vandaag op de goede plek en morgen. En ook nee, dat zal voorlopig niet gebeuren. Wie is iemand bereid die dat had gestemd om ook nog zijn hand op te steken? ik zie hem nog niet. Nou, geen idee. Ah, ja. Oké. Nou, dat ben ik zo benieuwd naar om daar iets meer van te horen. Oké, nog heel even kort over TNO. Ik weet namelijk niet of de meesten onder jullie TNO kennen. TNO is bij wet opgericht. Dat wil zeggen, de wet zegt er is zoiets als TNO. Nou, wat is TNO dan? TNO is een onderzoeksinstituut, of eigenlijk beter gezegd een innovatieinstituut. Er werken zo'n 3000 onderzoekers en het doel van TNO is om te helpen om Nederland beter te innoveren. Dat doen we door fundamentele kennis aan universiteiten te vertalen naar concrete toepassingen die bruikbaar zijn in het bedrijfsleven. Nou, dat doen we uiteraard ook op het gebied van big data. Dat doen we doordat we enerzijds heel veel domeinexpertise hebben, want big data op zichzelf dat is niet zoveel. Dat wordt pas iets waard in een toepassing in een domein. Nou, dan moet je dus veel kennis over zo'n domein hebben en dat kan zijn mobiliteit, veiligheid, energie, gezondheid. En daarnaast hebben we heel veel expertise op het gebied van big data. Of het gebruik maken op een slimme manier van data. En dat is enerzijds sensortechnologie en embedded systems, tot mensen die echt in de data analytics zitten, mensen die met visualisatie bezig zijn, of meer juist de business en sociale innovatie. Het hele spectrum eigenlijk. We hebben onder andere ook het Big Data Value Center mede opgericht, een publiek-private samenwerking. Die staan hier ook buiten met de stand, met een aantal partners. En ook in Europa, de Big Data Value Association. Dat is ook een groot publiek-private samenwerking. Daar zijn we boardmember van en we hopen daar ook een beetje namens Nederland eigenlijk de Nederlandse agenda daarin te brengen. Want vanuit daar worden de grote Europese onderzoeksagenda's uitgezet. Nou, hier kom ik helemaal op het eind nog heel eventjes op terug. Oké. Eigenlijk een beetje van de kern waar ik het vandaag wil hebben is dat als je kijkt hoe big data op dit moment wordt ingezet, dat het vaak wordt ingezet om dat wat je nu doet, business as usual te doen, maar dan net wat sneller of net wat goedkoper. Terwijl ik denk dat de grootste meerwaarde van big data zit niet daarin, maar dat er eigenlijk veel meer gaat gebeuren. En dat het heel belangrijk is voor een organisatie om daar bewust van te zijn.
En dat leg ik uit aan de hand van een heel simpel plaatje. Dat zijn eigenlijk vier stappen waar je doorgaans, als je kijkt hoe partijen zich ontwikkelen als ze met big data aan de slag gaan, dan zie je er eigenlijk een aantal stadia. En dat is eigenlijk links onderin, zie je daar de efficiency en effectiveness. Dat is eigenlijk een beetje wat ik net zei over business as usual. Maar dan heel vaak als partijen starten is dat gericht op kostenreductie of productieprocessen net wat efficiënter in te richten. Of als volgende stap dat je kijkt van wat is onze core business en hoe kunnen we dat beter doen door betere R&D of op het gebied van marketing. Maar een stap daarna is eigenlijk dat je ook daadwerkelijk nieuwe proposities gaat ontwikkelen. Dus niet alleen dezelfde producten die je altijd op ontwikkelt, maar eigenlijk onder de motorkap aan de achterkant je eigen bedrijfsprocessen verbeteren. Maar daadwerkelijk met data nieuwe proposities ontwikkelen. En die laatste stap, en ik zal ze allemaal wat toelichten met dat voorbeeld hoor, maar dat gaat eigenlijk veel meer dat je ziet, is dat het hele landschap waarin partijen actief zijn aan het veranderen is als data belangrijker wordt. En het is belangrijk als organisatie dat je weet hoe dat verandert, maar ook wat jouw positie is. Wat zijn de nieuwe machtsverhoudingen in zo'n veranderend veld? Wat is je rol en hoe ga je daarvan profiteren? Nou, eerst even wat voorbeeldjes van die onderste. Dit is een voorbeeld uit Deventer, die gebruiken bij de afvalverwerking. Een hoop sensoren. Sensoren op de wagen, sensoren in de afvalcontainers, maar ook in de bakken waar je ze dropt. En wat ze eigenlijk eens doen, zij verzamelen al die data en gebruiken die data, die analyseren ze, om te kijken hoe ze eigenlijk effectiever ook de routes door de stad, hoe ze beter hun inzet van middelen, de mensen, in combinatie met de routes, hoe kunnen ze dat zo efficiënt mogelijk eigenlijk inrichten om dat afval te verwerken. Een heel ander voorbeeld, dit vond ik wel een hele grappige, dit ging Statoil, een groot Noors energiebedrijf. En wat ze willen doen is, kunnen we nou efficiënter, die pijpleidingen die daar lopen, kunnen we die efficiënter monitoren? Want als je daar te maken hebt met een lek, dan is dat, kost dat een hoop geld, maar ook enorme consequenties voor het milieu. Nou, er zijn een heleboel manieren waarop je dat kan doen. Je ziet steeds vaker dat het ook met sensortechnologie gaat. Maar wat zij wilden gaan doen is, kunnen we nou de geluiden en activiteiten van dieren in de zee, kunnen we die nou gaan monitoren en analyseren en eigenlijk op basis daarvan zien of er ergens een lek in die leidingen zit. Dus wij spreken als scholen vissen daar normaal langs zwemmen op een bepaalde manier, als er afwijking in zijn, dat het een teken kan zijn dat er mogelijk een lek zit. Dus een hele andere manier van kijken naar wat voor datasets zouden waardevol kunnen zijn om een specifieke vraag te beantwoorden. Effectievere inrichting van winkels en marketing. Er was hier net een presentatie van bol.com. Wellicht hebben jullie die gezien. Die zijn er waanzinnig ver in. En dat gaat eigenlijk, hoe kan je nou inderdaad zo goed mogelijk aansluiten bij de klantbehoeften, het herkennen van klanten en hoe kan je dat zo best mogelijk aanbieden. Nou, een bekend voorbeeld, het werd net al een beetje aangestipt van Target, een Amerikaanse grote partij. Die wist inderdaad op basis van wat je allemaal in een winkelmandje gooit, behoorlijk nauwkeurig al in een heel vroeg stadium, maand of drie, een zwangerschap te kunnen herkennen. En daar hebben ze ook vervolgens hebben ze allerlei reclamefolders opgestuurd. Dat liep gigantisch uit de klauw, omdat die vader van dat meisje op hoge poten de Target binnenkwam. Ze doen het nog steeds, alleen nu mixen ze dat soort folders met wat andere producten, dat het wat meer random lijkt, maar ze doen het nog steeds. Maar goed, wat ik net zei, dat zijn eigenlijk nog steeds, is dat in zekere zin business as usual. Het is wel veel slimmer en veel effectiever, maar in feite verandert het niet zozeer in wat je nou precies als bedrijf of organisatie, wat je nou doet. Maar wat je ook ziet is dat door slim gebruik van data, er daadwerkelijk nieuwe producten en diensten kunnen ontstaan. Dit is een project waar we vanuit TNO ook aan hebben meegewerkt. Team en Meulhof, die maken leermiddelen, steeds meer ook digitale leermiddelen. En wat ze eigenlijk wilden weten is, we verzamelen ontzettend veel informatie van de interactie van leerlingen met de leermiddelen die we hebben, ontzettend veel datapunten. En kunnen we nou op basis van die data die we verzamelen, zou je nou in staat kunnen zijn om individuele leerprofielen te herkennen? En als je dat kunt herkennen om dan vervolgens gepersonaliseerde leermiddelen aan te gaan bieden. Dat je iemand op het juiste moment de juiste informatie aanbiedt op een leerstrategie die bij hem past. Dus ben je iemand die liever samenwerkt of werk je liever alleen? Ben je iemand die meteen naar de opdrachten gaat of lees je eerst netjes alles door het boek heen voordat je dat doet? Dus eigenlijk was hun vraag, kunnen we dat nou herkennen? Een heel ander voorbeeld. Wie, is er iemand die dit herkent? Wie weet wat dit is? Ja, precies. De John Deere tractor. Dit is, zo ziet hij er aan de binnenkant uit. Wat er interessant is dat de John Deere tractor, de nieuwe lijn, die is uitgerust met veel meer dan alleen maar wat je normaal traditioneel gezien in een tractor vindt. Wat zij doen vooral is, ze hebben het eigenlijk omgetoverd tot een enorme vergaarbak van data.
data die ze uit sensoren halen die in de machine zitten. Maar ze combineren dat ook met klimatologische data, weerdata. En geven dus boeren advies eigenlijk door wanneer ze op welk moment wat zouden moeten zaaien. Hoe ze dat vervolgens moeten bewerken, dus bemesten en het water. Wanneer ze zouden moeten oogsten. En ze geven dus boeren, en je ziet het ook op maat, gepersonaliseerd advies hoe ze dat dus meest optimaal dat zouden kunnen doen. En in de kern zou je kunnen zeggen, is dat wat John Deere doet, wat ze bieden, aan zich niet per se heel veel anders is. Het is nog steeds boeren helpen om effectiever het land te bewerken. Maar het product waarmee ze dat doen, is natuurlijk radicaal veranderd op deze manier. En het was interessant, we hebben hen ook geïnterviewd. En ze gaven elkaar aan van, ja, als je puur kijkt naar innovatie, we hebben wel een beetje de grens bereikt met wat je met staal en metaal, wat je daarmee kan doen. En de volgende slag eigenlijk, en waar de waarde echt gaat zitten, die zit niet in die SEC, die apparaten, maar zit in die datadiensten eromheen. Dit is ook de agrarische sector. Ik wist het zelf een tijdje geleden ook niet, maar er gebeurt ontzettend veel op het gebied van datagedreven innovatie. Dit zijn de melkrobots en voederrobots van Lely. Nederlands bedrijf, mooi bedrijf. En dat zijn robots die kunnen eigenlijk autonoom, kunnen zij voor elke koe optimaal, iteratief, het is een zelflerend systeem, kijken wat geven we zo'n koe te eten. Dan gaan ze melken, kijken wanneer ze moeten melken, hoe vaak moeten melken. En ze kunnen zo, in combinatie die twee robots, iteratief per koe, individueel, een optimaal voeder- en melkcyclus ontwikkelen. Dus ook daar zie je weer dat eigenlijk dat wat een product is en kan en doet, door data echt enorm gaat veranderen. En dan komen we ook een beetje tot die laatste fase, namelijk dat op het moment dat data in een sector steeds belangrijker wordt, dat je eigenlijk ook ziet dat het hele waardenetwerk en die hele markt gaat veranderen. En dus heel belangrijk is voor een organisatie, dat je op zijn minst beseft van wat gaat er eigenlijk precies veranderen, waar gaat de grootste waarde zitten? Hoe gaan producten zich ontwikkelen? En wat is mijn rol daarin? Een van de vele domeinen overigens, maar waar je dat natuurlijk ziet, is de auto-industrie. Dit is een kop alweer een hele tijd terug, maar dat voorheen was in de Amerikaanse auto-industrie. Die zat in Detroit en daar gebeurde het en daar werd alles ontwikkeld en daar zat de innovatie. Maar de afgelopen jaren zie je dat die innovatie, en daar waar dat gebeurt met auto's, is niet langer Detroit, maar dat zit steeds meer in Silicon Valley. En Silicon Valley staat natuurlijk symbool voor allerlei andere partijen. Dat komt natuurlijk door dit soort ontwikkelen. Dit is de Google Car. Dit vind ik zelf een heel leuk plaatje, omdat iemand zeg maar, zo net boven het stuur zit, alsof dat zeg maar de grote innovatie is. Zo van dat je over 10 jaar terugkijkt en denkt van, oh, zo zaten mensen toen net die auto uitkwam. Want het is natuurlijk veel groter dan dit. Je ziet gewoon dat er autonome auto's komen. Die impact daarvan is veel groter dan dat iemand nog steeds achter het stuur zit, net met zijn handen boven het stuur. Want auto's aan zich, wat het is en wat het doet en wat het eigenlijk betekent, een auto, namelijk dat je van A naar B gaat op het moment dat je het wil en zonder dat je daar zelf direct aan het stuur hoeft te zitten, is veel groter. Wat je ziet is dat dus niet alleen de traditionele partijen, maar juist dit soort partijen deze innovatie vorm aan het geven zijn. Dus Apple, Google, Tesla, Uber staat er niet bij, die zijn ook bezig met autonome auto's. Dus dit soort partijen, die gaan ontzettend grote rol spelen in wat het eigenlijk betekent, wat een auto is, wat voor dienst het is, wat voor product het is. En je ziet ook wel dat die traditionele partijen dat ook aan het doen zijn, maar het verandert enorm. Ook de rol van elektriciteit als de auto als opslag wordt steeds belangrijker. En dat reikt eigenlijk veel verder. Dit is die kop vind ik interessant. Dus als je denkt, ik heb niks met de auto-industrie te maken in deze hele ontwikkeling, nou, dan zit je daarnaast. Het idee dat op het gebied van gezondheid, dat als auto's zelf kunnen rijden en we veel minder auto-ongelukken hebben, dat we met orgaandonaties een groot probleem gaan hebben, of donaties, dat je met orgaantransplantaties moet ik zeggen. Want er zijn minder ongelukken. De grootste bron van organen, die komt voort uit auto-ongelukken. Dus als we dadelijk veel minder ongelukken hebben, hebben we daar een probleem. Retail, als auto's autonoom een deel van de logistiek over kunnen nemen. Wat zie je er nog meer bij staan? Energie had ik het net over. Kortom, de hele propositie van wat een auto is en doet, door data, verandert enorm. En dat gaat heel veel domeinen rol spelen. Dus wat je ziet, dit is Mark Andreessen, dat is een van de grootste investeerders in Silicon Valley. Een bekende quote van hem, software is eating the world. Waarschijnlijk ben je hem al regelmatig tegengekomen. Maar dit is in feite ook waar het om draait. Dat in steeds meer domeinen gaat eigenlijk de nieuwe waardeproposities worden vormgegeven door data. En daar spelen uiteraard ook de start-ups en de scale-ups een hele grote rol. Het wordt immers steeds goedkoper en makkelijker voor nieuwe partijen om een product of dienst te ontwikkelen. Je hebt allerlei clouddiensten klaarstaan. Je hebt allerlei modulaire bouwblokken aanwezig, vaak open source, gratis beschikbaar. Kortom, het wordt steeds makkelijker voor nieuwe starters om te zeggen van, nou, ik heb een goed idee en ik ga het bouwen. En ik ga het niet bouwen en daar doe ik 3 jaar over. Dat is iets wat je heel snel kan gaan ontwikkelen.
Dus dat sneller, wat ik net zei, dat is in ontwikkeling zit dat. Dus je kan heel snel een prototype gaan ontwikkelen. Er zijn ook alternatieve manieren om die funding te krijgen. Crowdfunding is daar een voorbeeld van. Maar je hebt ook met die netwerkeffecten te maken. Dus het is ook heel makkelijk voor dat soort partijen, en dat hebben we gezien bij Uber en bij Airbnb, die ontzettend snel wereldwijd kunnen schalen. En dat kan zo makkelijk, omdat het dataproducten en diensten zijn. Dat zijn producten en diensten die je niet fysiek noodzakelijk hoeft te shippen. Dat zijn producten en diensten die je heel makkelijk digitaal kan gaan verspreiden. En tegelijkertijd, de software is eating the world en er komen op startups. Dat wil niet zeggen dat de traditionele partijen stilzitten en niks doen. Je ziet eigenlijk dat ook traditionele partijen zelf aan het ontwikkelen zijn. Dit was een verhaal van Eneco eerder op de dag. Je ziet ook dat zij ontzettend bezig zijn met het nadenken over wat is onze rol en wat worden onze producten en diensten. En je ziet ook dat zij, en dat zag je ook bij Eneco, KPN Ventures, hetzelfde verhaal. Zij kijken natuurlijk ook naar nieuwe ontwikkelingen en startups en proberen dat binnen huis te halen. Maar het is dus heel belangrijk om na te denken over hoe die ontwikkeling plaatsvindt en wat je rol is. Dus je kan wel, als je in de auto-industrie zit, vooral big data in gaan zetten om zo goedkoop mogelijk die auto te maken of net iets sneller. Maar als het hele concept van wat een auto is en wat de producten en diensten zijn en waar klanten behoefte aan hebben, dan kan je wel die auto goedkoper maken, maar dan ben je een product aan het maken waar mensen eigenlijk niet meer op zitten te wachten. Dus het gaat van eigenlijk de stappen wel nadenken over natuurlijk, hoe kan ik dingen beter en efficiënter, maar je moet eigenlijk al bezig zijn met wat verandert er eigenlijk het hele landschap? En zo kan je natuurlijk terugredeneren en wel starten, klein starten. Maar je moet wel bewust zijn van die bredere ontwikkelingen. Nou, weer een vraag aan jullie. Ik ben wel heel benieuwd. Je kan meerdere onderdelen kan je kiezen. Grote groep mensen was bezig al met data-gedreven innovatie. Ik ben wel benieuwd in hoeverre ben je daar bezig met links onderin, met kostenbesparing, efficiëntie of marketing en R&D. Ben je daadwerkelijk nieuwe producten en diensten ontwikkelen? En ook, in hoeverre ben je ook heel bewust bezig met überhaupt het veranderende landschap en wat je rol erin is? Je mag meerdere dingen antwoorden. Nou, dit loopt nog even door. Ondertussen, ter lering en de vermaak, Moneyball, een film, een tijdje terug, maar vooral een waanzinnig goed boek van Michael Lewis. Als je het boek nog niet hebt gelezen, ga het vooral lezen. Als je het al hebt gelezen, ga het nog een keer lezen. Geweldig verhaal over de manier waarop de Oakland A's, een van de armste clubs uit de Amerikaanse Baseball League, als eerste slim gebruik zijn gaan maken van statistieken. Want statistieken hebben altijd een grote rol gespeeld in baseball. Maar zij zijn naar de juiste statistieken met de juiste vragen gaan kijken. En daar is dit verhaal uit voortgekomen. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap and then there's us. Welcome to Oakland. My job is to take this team to the championship. I need more money. We're not going to compete with $120 million payroll. We got to think differently. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. Here is 25 players that have been overlooked like an island of misfit toys. In here is a championship team, one that we can afford. Who's the kid? The kid is the new assistant GM. We're gonna shake things up. Tell him. You want me to speak? Het is beter om je ogen dicht te doen als ik het zo zie en te luisteren. The new direction of the Oakland A's. You don't put a team together with a computer, Billy. Adapt to die. Billy Beane has tried to reinvent a system, just not working out. Do you think you'll lose your job? What? Well, like go on the internet sometimes. Well, don't go on the internet. Watch TV or talk to people. Do you believe in this thing or not? 100%. You may not look like a winning team, but you are one. So, play like one tonight. We're doing something really special, and the whole city is feeling it. If we win this team, we change the game for good. This better work. Nou, voor zover de dramatiek. Wat wel interessant is, dat idee van Moneyball, dat zie je nu in steeds meer sporten overigens. Ook in het voetbal zie je dat nu steeds meer terugkomen. Maar het idee, een paar van die quotes, en dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar reinventing a system that has worked for ages. Maar goed, dat is wel een beetje waar het om gaat, dat je verder kijkt dan alleen de business as usual. Goed. Even kijken, waar staan we? Nou, dat is mooi netjes met je verdeeld. Ik ben wel heel benieuwd, wie hebben dat D gestemd? Het zijn er een aantal, dus... Ah, ja, ik ga heel even, want dit is meteen ook even de overgang naar een paar vragen. Ik ben wel heel benieuwd wat dat, wie je bent en hoe je daar dan mee bezig bent. Ik ben werkzaam voor de veiligheidsregio Friesland. En daar zijn wij nadrukkelijk bezig met het vormgeven van een aantal nieuwe zaken zoals CRM, BI en DMS. En
omdat het zo geformuleerd staat, voelde ik me zeer door aangesproken. Ik heb overigens ook A ingevuld. Oké, kijk. Ja, het sluit elkaar uiteraard allemaal niet uit. Ik zal vooral ook A en B doen, sinds sowieso als je begint daar te starten. Even kijken, is er nog een D in de zaal? Ja, daarachter. Ja, kijk. Heel eventjes. Sorry. Kijk. Als je ook even voorstelt en even je D uitlegt. Mijn naam is Tony Wardenier. Ik ben van Dame Shipyards in Gorinchem. Is dat te horen? Is dat? Ik ben van Dame Shipyards in Gorinchem. Wij zijn bezig met een stukje innovatie als het gaat om scheepsbouw. Wij gebruiken met name big data, willen we gaan experimenteren eigenlijk om de ruwe data die vanuit de sensoren van de schepen komen, om daar met name het onderhoudsschema sterk op aan te kunnen passen. En ook met name voor de ontwikkeling van autonome geleide schepen te ontwikkelen. Klinkt allemaal heel spannend. Even kijken, ja, ik ben eigenlijk vooral, ik zou bijna iedereen willen vragen wat ze aan het doen zijn, maar ik zit ook even naar de tijd te kijken, dat gaat helaas niet lukken. Wat ik wel, het is wel interessant om te zien dat er dus behoorlijk al wel wat, een kwart van jullie wel bewust bezig is met die vraag. En inderdaad ook tegelijkertijd wel die kostenbesparing. Nou, op zich verbaast me niet dat die net wat hoger scoort dan de anderen, voor zover je dat met zo'n kleine sample kan zeggen. Ook echt nieuwe producten. Nou, ik vind het heel leuk om te zien dat er echt op allerlei manieren wordt nagedacht. Nou goed, de oproep voor vandaag is eigenlijk heel simpel. Is dit, nou goed, wat ik zei, als je bezig bent met big data, denk groot, begin klein. En ook gebruik dat ook deze twee dagen als je gaat praten met mensen, of het nou leveranciers zijn of potentiële klanten. Niet alleen te kijken van, goh, wat doe je nu? En kunnen we daar net wat tweaken? Doe dat vooral. Maar ook kijk ook verder. Over dat maturiteitsmodel, daar is op de site van TNO een en ander van te vinden. Die andere dingen die zijn in ontwikkeling, daar kan je verder ook naar zoeken en kijken. Nog een oproep van een hele andere orde. En dat is, ik ben heel benieuwd ook of daar interesse van is. We zijn bezig met Startup Delta, getrokken door Nelly Kroes. F-Succes, een belangrijk netwerk met de startups. Technische Universiteit, om eigenlijk te kijken, kunnen we het Nederlandse R&D, wat we aan kennis, technologie, patenten op de plank hebben liggen, als het ware, kunnen we dat nou veel beter brengen naar het start-up ecosysteem, die veel beter zijn in het valoriseren van innovatie dan een TNO of een technische universiteit. Dat doen we met heel veel partners en op een aantal focusgebieden, en uiteraard zijn die horizontale lijnen die je ziet, Internet of Things en Big Data zijn een grote rol in. En wij vooral aan het kijken, wat zijn nou die technologieën die we veel beter beschikbaar kunnen stellen, vindbaar maken, met handigere licenties die veel eenvoudiger zijn. Het beschikbaar stellen van labs die waardevol kunnen zijn om te experimenteren, en ook een heel netwerk aan kennis veel beter beschikbaar te stellen. Dus dit is in ontwikkeling. Mocht je dat interessant vinden, vanuit onze rol van Athena om Nederland te helpen te innoveren, schiet me vooral even aan via de mail of hier direct. En dat was het voor nu. Dankjewel.